Oké, dames en heren. Nou, dit was de vergadering van vanavond. Eigenlijk maar één punt van belang wat besproken werd. Namelijk het verkeersonderzoek. En naast mij staat Aquin Boer, de persoon die in ieder geval ervoor heeft gezorgd dat deze avond wat langer duurde dan van tevoren werd gedacht. Meneer Boer, u komt dus volgende week met een motie, heeft u gezegd. Ja, er zou een verkeersonderzoek komen naar aanleiding van de komst van de Islamitische School. Daar blijkt een impasse te ontstaan. De klankbordgroep en de bewoners hebben een andere beleving van het onderzoek dan de wethouder. Ik maak me daar zorgen over en ik wil het college graag bewegen om met elkaar in het reinen te komen en tot overeenstemming te komen. Dat had ik vandaag graag willen bespreken. Ook omdat 1 december willens en wetens het onderzoek klaar moet zijn. Omdat men toch wel heel erg eraan hecht om misschien al 1 januari die school te verplaatsen. En men probeert aan alle kanten het te verschuiven naar december, naar de andere commissie. En dan is het al te laat, dat is mosterd naar de maaltijd. Nu is de actualiteit. Dat lukte niet om het vandaag op de agenda te krijgen en bewoners te laten inspreken. Niet erg democratisch, ook omdat deze coalitie vorige week al heeft laten weten op een aantal plaatsen in deze stad dat ze alles eraan zouden doen om het niet op de agenda te krijgen. Ik kom dus nu met een motie en die zal gaan. Daarin zal ik het college opdragen om tot overeenstemming te komen met de klankbordgroep. En voor zover nodig het onderzoek te verlengen om dat resultaat op een fatsoenlijke wijze te bereiken. En iedereen was vanavond erg voor zorgvuldigheid en de Stadspartij riep zelf het mag ook langer duren. Dus ik ga eigenlijk ervan uit dat die motie volgende week unaniem wordt aangenomen. Want als het niet zo zou gebeuren, dan zou het wel heel gek zijn als de eigen coalitie het niet uitmaakt dat het college overeenstemming bereikt over een verkeersonderzoek wat bewoners is toegezegd. Ja, u had het ook over dat het volgende week de laatste mogelijkheid is om het nog te bespreken, want dan in december is dat te laat. Waarom is het eigenlijk? Nou, men doet erg veel moeite vanuit de coalitie. Er zijn veel toezeggingen gedaan aan de Islamitische school. En men wil eigenlijk het liefst 1 januari die school gewoon de Nijlstraat induwen. En daarom wordt ook het onderzoek een bepaalde richting ingeduwd. En dat baart mij zorgen. Ik had eigenlijk gehoopt dat deze coalitie, dit college, enig moment hier de zaal in zou lopen en zeggen, kijk eens, we hebben samen met bewoners echt van buiten naar binnen gewerkt, echt naar bewoners geluisterd. En we hebben een prachtig resultaat, een prachtig verkeersonderzoek. Maar zelfs dat lukt het college niet, om samen met bewoners een fatsoenlijk verkeersonderzoek af te leveren. En dat is wel erg zorgelijk hoor. En als het verkeersonderzoek nu wordt besloten om dat uiteindelijk opnieuw te doen, zoals de PvdA al voorstelde, zou u daarmee instemmen? Ja, kijk, het moet gewoon verlengd worden en het moet gewoon zorgvuldig, men moet in overeenstemming komen. Lukt dat niet en leidt het ertoe dat het opnieuw moet, dan zal ik daarvoor pleiten. Maar momenteel is de Islamitische school al in de Purmer-Zuid, naast de Zuidpool volgens mij. Zijn ze al bezig. Weet u al hoe het daar gaat momenteel? Ja, heel goed. Het is een handjevol leerlingen, 30. Met mij is onder andere door een aantal mensen verweten dat ik wel erg in de rechtse hoek zit tegenwoordig. Ik heb de burgemeester vandaag uitgelegd dat ik bij de opening in de Purmer-Zuid, waar ze open dag hielden de school, als enige raadslid daar aanwezig was met mijn vrouw als raadslid. En verder was de wethouder wel die dag, maar geen enkel ander raadslid. En waarom? Omdat ik die scholen warm hart toedraag, maar ze moeten zich wel aan regels houden. En op dit moment gaat het goed, maar ja, dat kan niet anders dan met 30 leerlingen. En ook zelfs als ze zouden groeien, is dat eigenlijk een hele goede plek. Alleen er is de bewoners daar beloofd dat ze daar weg moeten. Ze moeten ergens anders naartoe. Maar iedereen heeft ook kennis kunnen nemen van het contract wat is gesloten. Waarin het college gewoon heel veel toezeggingen heeft gedaan aan deze school. Dat ze uiteindelijk in nieuwbouw komen. Dus als de Nijlstraat niet lukt, gaat het de gemeenschap nog veel meer geld kosten als nu de verbouwing in de Purmer-Zuid. 60.000 euro voor 5 maanden, voor 30 leerlingen. Maar dan gaat het veel meer kosten, want uiteindelijk krijgen ze nieuwbouw dan. Dat is beloofd. Maar goed, tot slot nu even de vraag waar het eigenlijk om gaat. Als het uit het verkeersonderzoek, ook uit het, laten we zeggen, het nieuwe verkeersonderzoek ook nog zou blijken dat het uiteindelijk toch allemaal kan in de Nijlstraat. Zou u daar dan mee instemmen? Ja, wat ik ervan heb begrepen van onze eigen verkeersdeskundige is dat het niet zomaar kan. Er moeten wel maatregelen genomen worden dan. En ik ga ervan uit dat die dan ook genomen gaan worden, zodat het ook echt mogelijk wordt. Dus als er te weinig parkeerplaatsen zijn, of drempels moeten komen, of andere voorzieningen, verkeerslichten, als dat eruit komt, dan zullen die ook er moeten komen. En dan moet die school daar gewoon terecht kunnen. Maar ik stel nu al mijn vragen bij het verkeersonderzoek en dat is al ernstig genoeg. Nou, meneer Boer, dank u wel. Meneer Boer van Leefbaar Purmerend. Nou, en dat was...